Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan een landelijke ambulancebeleid. Stephen McAndrew, minister ad interim van Volksgezondheid, zei vandaag in de Nationale Assemblée dat het departement nu met diverse actoren bezig is om het beleid te formuleren. De bewindsman wees erop dat de ambulancezorg in Suriname afhangt van de ernst van het probleem en hoe snel de professionele medische hulp kan worden geboden. En we verwachten dat dit op korte termijn afgerond zal worden. Dit beleid moet ervoor zorgen dat behalve de spreiding ook de kwaliteit van de ambulante en urgente zorg landelijk wordt verbeterd. De bewindsman gaf ook aan dat ten aanzien van het zorgpersoneel dat uit het buitenland gehaald zal worden voor de neonatale intensive care unit, in het AZP er enkele zaken spelen waarom zij nog niet ingezet kunnen worden. Echter zijn de financiën niet het probleem, want die zijn al ter beschikking gesteld. Maar de toestemming van de landen en de grote internationale vraag naar zorgwerkers heeft ervoor gezorgd dat deze actie, deze interventie, toch wel de nodige vertraging heeft opgelopen. Aan de andere kant wordt er versneld gewerkt door het ministerie om te komen tot het integraal vaststellen van een zorgloonreeks. Ook wordt op dit moment vanuit het herstelplan van de zorg gewerkt aan het vaststellen van de randvoorwaarden voor een sectorbrede CAO voor zorgpersoneel. McAndrew haalde ook aan dat het ministerie van Volksgezondheid niet alleen kijkt naar het verbeteren van het loon van het zorgpersoneel, maar ook naar het gelijktrekken van de secundaire voorwaarden. Op deze manier wil het ministerie de motivatie onder deze groep bevorderen.